Dan gaan we nog naar een parlementaire ondervragingscommissie naar omstreden geldstromen bij moskeeën. Er is meer duidelijk? Ja, de uitkomsten die zijn net gepresenteerd aan Kamervoorzitter Khadija Ariep. En voor het onderzoek werden verschillende moskeebesturen ondervraagd. Dat was natuurlijk een heel groot ding een tijdje geleden. Heel veel gesprekken zijn er gevoerd. En wat blijkt nu? De voorzitter van de commissie en Tweede Kamerlid voor het CDA, Michel Roch, die concludeert dat er inderdaad sprake is van financiering voor moskeeën vanuit het buitenland. We hebben gezien dat daar enkele miljoenen euro's aan donaties binnen zijn gekomen. Wat we ook hebben gezien is dat er eigenlijk heel weinig transparantie is wat er met dat geld gebeurt. Nou, je kunt zeker zeggen dat ze niet aan alle verplichtingen hebben voldaan. Bijvoorbeeld niet door het publiceren van jaarrekeningen. Wat zegt dit eigenlijk over zo'n moskee? Nou, het zegt dat er geld uit onvrije landen hier naartoe komt en vaak gepaard gaat met een boodschap van onverdraagzaamheid en onvrijheid. En daar worden kinderen en moskeegangers aan blootgesteld. Het idee was er al dat dit zo was. Nu blijkt het ook echt. En nu? Nou, ik vind het spijker op zijn kop wat deze persoon zegt. Het is, je importeert onvrijheden naar Nederland. Financiering vanuit het buitenland betekent ook wiens woord men spreekt. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Maar kunnen we er iets tegen doen? Nou ja, je zou heel goed controle moeten uitoefenen wat op Nederlands grondgebied plaatsvindt. Ook als het gaat om financiering uit het buitenland. En ik hoop dat vanuit de Tweede Kamer daar heel gericht gekeken wordt naar wetten en mogelijkheden om daar de controle in ieder geval op te hebben. Dat is stap 1, dat je weet waar het geld naartoe gaat. En stap 2 is of je überhaupt financiering van het buitenland, als het gaat om religieuze zaken, die zaken prediken die tegen onze rechtsstaat zijn, waarbij het ondermijnend is voor de rechtsstaat, of je dat moet gaan ondersteunen. Kijk, je kunt financiering van buitenland niet wegnemen. Er zijn bedrijfsleven, alles. Maar op het moment dat het rechtsstaat ondermijnend is, dan moet je daar heel gericht naar kunnen kijken en dat dusdanig faciliteren om dat mogelijk te maken.